Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Ik ben net klaargemaakt. Ik heb net mijn haar extreem poofy gebrushed. Maar dat doe ik altijd, want het zakt altijd toch nog een beetje uit. Maar omdat het nu zo poofy gebrushed is, lijkt het ook altijd zo stukjes in zitten, maar dat is dus niet zo. Vandaag wordt een heel gezellige dag. Ik ga namelijk kerstboodschapjes doen samen met mijn moeder. Gaat super leuk worden. Dat komt zo meteen hierheen. Dan gaan we met een theetje onze volledige lijst maken. En dan gaan we naar een super grote supermarkt. Hier niet zo heel ver vandaan, maar gaan we echt zo naar een supermarkt waar we nooit echt anders naartoe gaan. En dan gaan we alle inkoopjes doen. Dus super leuk. Ik heb hier net nog twee kerstcadeautjes binnen gehad die ik nog last minute besteld had. Even kijken hoe dat eruit ziet. Looks good. Wauw, dat is echt zo gek. Ik had het gisteren besteld. Ik pak je dat even aan het op, maar ik ga het niet laten zien, want ik weet dat mijn ouders ook deze video's kijken. En er stond op, kan geleverd worden tot en met de 26e. En ik dacht zo, oh ja, oké, ik zal het maar riskeren, want het was echt wel veel goedkoper dan op andere websites. En hij is er gewoon al. Ik heb hem gisteren besteld. Echt niet normaal. Ik ga dit even wegleggen, want er is ook iets bij van mijn moeder. Dus als hij hier is, dan wil ik niet dat ze dat ziet. En dan gaan we onze lijst maken. Ga ik even mijn kookboeken erbij pakken. En de receptjes die we altijd maken. En dan gaan we gezellig boodschappen doen. Super leuk. Ik heb lekker twee kopjes thee gezet voor ons. In mijn super mooie kerstserviesje. Die ik een paar jaar geleden onder de kerstboom gekregen heb. En waarvan ik de afgelopen jaren altijd een klein onderdeeltje krijg voor kerst. Dat is eigenlijk hetzelfde als waarvan mijn trommeltjes van komen. Van het merk Villeroy en Bos. Ik krijg er af en toe nog wel eens vragen over. Nu, ik heb onze kerstboeken erbij gepakt. Vooral deze eigenlijk, daar koken wij heel veel uit. En we gaan nu even, zoals je kan zien, zijn er al wat dingen aangeduid. En dan gaan we even onze lijst maken. Ik zal misschien eens laten zien wat we allemaal maken. Het is echt een superleuk boek. Uiteraard deze, de super sappige gekruide gebraden kalkoen met pimentju. Dus dat allemaal in zijn badje, zoals altijd. En dan is er heel handig aangegeven hoe lang dat alles moet. De pimentju. En ons boek wordt echt elk jaar ranziger en ranziger. Maar eigenlijk vind ik dat stiekem wel leuk. Dat zorgt ervoor dat het er zo wat gebruikt uitziet. Even kijken. Spruitjes zijn heel lekker. We maakten altijd deze. En dan uiteraard de cranberry saus. Die maken we ook super lekker. Echt zo heel veel verschillende receptjes. Die ga ik dit jaar ook weer maken. Dat is echt te lekker. Dus ja, die gaan we eens even helemaal doornemen. Dit is trouwens het boek van Nigella. Nigella's kerst. Dan heb ik hier deze twee ook nog liggen. Die hebben we echt heel erg diep bij mijn moeder in de dozen gevonden. Namelijk The Best of Martha Stewart's Living Holidays. Maar dat is dan ook Thanksgiving en zo. Ik denk, ik weet niet dat ik daar dit jaar iets uit ga maken. Maar misschien voor volgend jaar wel leuk om inspiratie uit op te doen. Ik zag hier al een heel leuk recept van pumpkin pie staan. Eens eventjes kijken waar ik het gezien had. Ik denk dat dat deze was. Ja, hier, pumpkin pie. Die lijkt me wel heel leuk om volgend jaar eens te maken. Maar dat is gewoon heerlijk om dan met onze pen en papier erdoor te bladeren. En te kijken wat we eventueel kunnen maken. En dan mijn recept van mijn vulling hebben we een paar jaar geleden. Kijk, in 2009 al. Wat? Heeft mijn moeder al de ingrediënten hierin uitgeschreven. En dan de stapjes, die heb ik ooit eens afgeprint van Martha Stewart Living. Heb ik zo ooit eens een pochetje achter in mijn boek geplakt. En daar zitten dan een aantal losse papiertjes in. Dus die gaan we eens eventjes helemaal doornemen. Heel het menu samenstellen voor dit jaar. En dan gaan we lekker boodschapjes doen. Let the shopping commence. Ik heb mijn lijst en we hebben de kalkoen gevonden. Er lag er nog maar één. Dus het is er één van 6 kilo geworden. Oh my god, het is echt zo gigantisch groot. Maar we eten daar wel echt heel veel restjes van ook en zo. Dus don't worry, er gaat niks in de vuilbak. Zo, gaan we even kijken wat we nog kunnen zoeken. Ik heb nog veel op mijn lijstje staan, dus let's do this. Oké, we zijn thuis van het boodschappen doen. We gaan zo meteen even alles opruimen. Maar er stond een superleuk pakketje van Coca-Cola voor de deur. Ik heb het al zo semi uitgepakt. Even wat extra licht aandoen. Namelijk allemaal hapjes voor kerst en drinks voor nieuwjaar. Ze hebben weer, zoals naar goede gewoonte, een leuk pakketje samengesteld. Met toast met foie gras, blini met sour cream en tsar caviar. En pita bread with dips. En dan voor nieuwjaar hebben we twee drankjes. En dan stond er ook nog een heel karton met Cola Zero bij. En kijk hoe leuk, deze zaten er ook bij. Kerstsokken. En dan staat daar Joy to the World.
En dan nog andere kerstsokken, ander printje. En dan staat hier, let it snow, let it snow, let it snow. Zo leuk! Dankjewel, Cola. Maar dus voor kerst hebben ze zo super lekker van dat pita brood. Ik denk echt gewoon van de Turkse bakker of zo. Zo lekker. Met foie gras. Ik denk dat we daar vanavond gewoon al stiekem van gaan snoepen. En dan zat alles super mooi in zo'n geïnsuleerde doos. En dan ook weer met een lekker brood dat we zelf kunnen snijden. Ik denk niet dat het voorgesneden is. Daar kunnen we zo hompjes brood van maken. Mm. En dan allemaal lekkere dips. Dus blinis. Dat eet je eigenlijk origineel ook echt met caviar. Dan doe je daar een beetje zure room bij. En ajuintjes en een beetje bieslook. En dan samen met je caviar. De Tsar Delicates Classic. Ziet er super goed uit. Ik ben echt dol op caviar. Echt zo lekker. En dan een lekkere bak hummus. Mm. En kijk hier. Zure room. Dat eet je daar dus bij. Dat hoort bij elkaar. En dan chunky. En dan tzatziki. Love it. En tarama. Mm, zo lekker. En dan hebben ze er een paar groentjes bij gedaan. Dat we kunnen snijden. Super lekker, dankjewel. Dit zijn echt zalige snacks. Lekkere snacks. En dan hier een hele zak. Dus happy holidays, thank you. En dan zien we hier, eens even kijken. Sirop de Monin in donutsmaak. Het is allemaal alcohol free, by the way. Dus dat is wel echt super fijn, want ik werk 1 januari redelijk vroeg. Dus ik denk dat dat wel redelijk nodig gaat zijn dat ik gewoon nuchter blijf. Dus donut syrup, dat is dan die. En dan rum syrup. Ik denk dat dan dat de rum syrup is. Yes, rum syrup. Super lekker. Ook van Sirop de Monin. Ah ja, kijk eens. Caribbean donut. En dan met Coca-Cola en lime juice. En ze hebben dan ook ons voorzien van echt een heleboel limoentjes. Oh, zo leuk! Dus dikke merci Coca-Cola voor dit mooie pakket en ook gewoon voor het afgelopen jaar. Het was echt super leuk om deel te mogen uitmaken van de Ambassador groep. Ik ben er echt wel heel trots op, want ik vind het een heel mooi merk dat ik, waar ik deel van uit mag maken. Dus dankjewel. Zo, de kalkoen die ligt hier. En voor de rest liggen alle groentjes in de andere koelkast. Want die houdt het toch wel iets beter vers, onze LG koelkast, dan deze. Dus ja, alles is mooi opgeruimd. Het was eigenlijk echt een van de meest gerichte kerstboodschappen sessies ooit. Dus yes. Het is ondertussen de volgende dag. Ik was net mijn vlog aan het editen van gisteren. En ik merkte dat ik hem nog niet heb afgesloten. Echt great vlogger. Daar fietst echt zo iemand recht door het veld achter ons. Echt zo, niet eens langs een pad. Echt zo, met haar damesfiets recht door het veld. Alright. Maar het leek me wel weer een leuk moment om een Secret Santa giveaway te doen vandaag. Vandaag iets heel anders als de andere dagen. Ik heb namelijk eens heel mijn stash goed doorgehaald. En ik heb voor jullie een aantal verschillende pakketjes samengesteld. Met allemaal spullen die ik ook super graag gebruik. Maar ik heb zoiets van, ik heb zoveel. Stel dan liever een aantal pakketjes samen en geef er daar een aantal van aan jullie. Vandaag ga ik dus zo één pakketje weggeven. Laten we misschien snel even ontdekken wat dat er allemaal in zit. Dit is het eerste pakketje van de drie die ik heb samengesteld voor jullie. Het is een beetje van alles. Uiteraard, het zijn allemaal nieuwe, ongebruikte producten. Wil ik er wel even heel goed bij zeggen. Ik geef deze absoluut niet weg omdat ik ze niet fijn vind. Ik geef ze gewoon weg omdat ik echt gewoon te veel heb. Laten we even overlopen. Ik heb er als eerste deze ingestopt. De volledige collectie Hydra Vegetal van Yves Rocher. Echt een super fijne collectie skincare. De gelcreme, het serum, de oogcreme, de démaquillant en dan de gezichtscreme. Dus je hebt hier een gel en echt de crème. Ga je even zelf bekijken wat je wanneer het fijnste vindt. Maar dus deze volledige collectie. Dan dacht ik, ik doe gewoon voor alles een beetje. Dan hebben jullie van alles iets. Dus dan ook nog deze. Die zijn ook super fijn. Namelijk de Aura Botanica Bain Micellaire Shampoo. En de Aura Botanica Soin Fondamental. Dus echt een heel diepe conditioner. Shampoo en conditioner. Dit zijn echt
echt super mooie luxe producten die echt wel wat waard zijn als je die bij de kapper moet kopen. Dus dat zijn wel echt heel mooie treats voor je haar. Vervolgens ook een klein beetje make-up voor eventueel je feestlook van het einde jaar. Ik heb er dit palet in gestoken van Revolution. Die heb ik begin deze maand misschien ook al wel eens laten zien in een pakketje van Eylure. Dus 32 super mooie kleurtjes in echt heel mooie matte kleurtjes die wel echt iedereen zullen staan. Dus die zit erbij. Dan heb ik ook deze erin gestopt. Zeker voor de koude wintermaanden is het super fijn. Een Butterstick Lip Treatment van Kiehl's. Het is eigenlijk een gekleurde lipverzorging. Dus een lippenbalsem met een klein kleurtje. Dus zoals je kan zien, het is redelijk roze. Ik heb er zelf hier ook al eentje van. Maar ik dacht, ja, wat moet ik met twee van die dingen? Ik geef er gewoon eentje weg. Die zijn super fijn en die ruiken echt mega lekker. Wat betreft nog van make-up heb ik een aantal lipsticks erbij gestoken. 3 lipsticks van 2 verschillende collecties van Urban Decay. Als eerste van de Born to Run collectie lipstick. Het zijn heel mooie kleuren met glittertjes erin. Dus een heel donker paars. Echt zo'n heel mooie feestkleur. En dan meer een iets algemenere kleur die je ook overdag kan dragen. Een rozig kleurtje. En dan van de Vice collectie heb ik er ook eentje in gestopt. Ik weet niet dat het kleurtje te zien is. Ja, dus ook een iets algemener nude kleurtje. Dit draag ik echt mega graag van kleurtjes. Dan ook een heel leuk potje van NARS. Er zitten ook een aantal kleine leuke dingetjes in. Namelijk een mini van het NARS Orgasm. Super populaire, mega populaire blush. Deze. Dat is dus de NARS Orgasm Blush. Laten we zien dat dat met één hand lukt. Ik hoop van wel. Dat is deze. Iets kleiner van verpakking, maar daardoor kan je die echt super gemakkelijk meenemen in je tas. Dus als je even je gezicht wilt bijblushen of zo. Daarnaast om de feestlook af te maken, uiteraard een paar Eylure wimpers. Namelijk deze, nummer 143. Echt super mooie wimpers. En dan ook 2 paar van die plaknageltjes van Elegant Touch. Ik heb er een iets neutralere versie bij gestopt, maar ook een iets feestelijkere versie. Zoals je een avondje uitgaat met nieuwjaar of met kerst of zo, dan kunnen die wel aan. Zijn van die holographic silver nails. Echt super mooi. Deze heb ik trouwens ook nog niet laten zien. Van de Lo-Fi Urban Decay collectie ook een lipmousse. En dat is in deze kleur die je ziet op de verpakking, Echo. Ook een iets meer nude kleurtje. We zijn er nog niet. Er zijn nog een heleboel productjes. Daarnaast nog 2 skincare-achtige dingetjes van Pixi. Namelijk een Glow Tonic. En dan ook van die pads. Dit zijn de Glow Peel Pads. Die zien er zo uit. Dat is een beetje exfoliërend ook. Het is heel mooi om je huid zo'n mooie glow te geven. Daarbij heb ik ook een heel lekkere dikke body butter van Spa Secrets van Kruidvat, Wisdom of India, erbij gestopt. Super fijn product. Maar als je dat misschien iets te zwaar vindt, dan zit deze er ook bij van Clarins. Echt een heel mooie, luxe body lotion die heel snel intrekt, maar wel echt super goed je huidje voedt. En dan om het helemaal af te maken voor een heerlijk avondje binnen, 2 maskertjes van Garnier Skin Active, namelijk de Volcano Mask en de Matcha Kaolin Mask. Amai, spreek ik dat juist uit? Die 2 zijn 2 fijne kleimaskertjes. Een gezellige mok om iets lekkers uit te drinken dit einde jaar. En zo'n gigantische candy cane. Vond ik wel een heel tof pakketje. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Ik ben trouwens nog iets vergeten te laten zien. Namelijk deze van Yves Rocher. Dat zijn een aantal corrector sticks in verschillende kleuren. En ze hebben wat groen voor op anti-roodheden. En zo hebben ze voor elke kleur eigenlijk iets wat je het beste mee kan coveren. Ik heb er expres voor gekozen om er geen concealer of foundation of poeder of zo in te stoppen. Want dat is altijd super moeilijk met de kleur. Dus ik weet ook nooit bij wie het juist terechtkomt. Dus ik ga ook nooit die kleur goed kunnen gokken. Nu wat jullie moeten doen om dit mooie pakketje te winnen is zoals de andere 2 keren 2 dingen. Het formuliertje hieronder in de beschrijving invullen. Dat is eigenlijk puur bedoeld zodat de computer heel eerlijk iemand kan kiezen en dat ik daarbij dan ook gelijk de contactgegevens heb om die persoon te contacteren. En dan wil ik jullie als tweede vragen om weer een antwoord te geven hier in de comments beneden. Ik heb er echt van genoten om al jullie antwoorden te lezen. Zo leuk om jullie zo'n beetje te leren kennen. Vandaag ga ik jullie vragen wat dat er op jullie feestmenu staat. Daar ben ik heel benieuwd naar. Gaan jullie heel traditioneel met kalkoen, zoals wij, of gaan jullie net helemaal iets anders doen? Of gaan jullie op restaurant? Dus ik hoor heel graag wat er bij jullie dit jaar op het feestmenu staat en of dat bijvoorbeeld
iets is dat er elk jaar terugkomt of in de familie zit of zo, vind ik altijd super leuk om te lezen zo'n dingen. Dus twee dingen, het formuliertje hieronder in de beschrijving invullen en antwoorden op mijn vraag, namelijk wat er op jullie menu staat dit jaar. Ik hoop alleszins dat jullie het een leuke vlog vonden en dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe Vlogmas. Bye!